Joram mensen, super dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games for Real. En in deze video jongens gaan we iets speciaals doen. Wij gaan vandaag een solo potje proberen te winnen. En we hebben een super vet toetsenbord aangeschaft. Ik heb namelijk dezelfde toetsenbord als Steve natuurlijk. Mijn idool qua Fortnite en hoe die YouTube doet is gewoon super ziek. Dus echt, ik heb gewoon zijn toetsenbord hier. De knopjes zijn wel anders van mij, die hebben een andere kleur dan die van hem. Maar het is precies hetzelfde toetsenbord, de Ducky One Mini. En dit toetsenbord is echt vet klein. Check één keer mijn hand, hoe klein. We gaan vandaag dus ook met een keyboard cam spelen, dus jullie zullen zo meteen ook in het potje een keyboard cam zien, dus jullie zien mij ook lekker tikken op het toetsenbord tijdens het spelen, dus laten we maar gelijk het potje induiken. Let's fucking go. Ik hoor allemaal fucking, oh shit. Oké, het is mokertje druk. We gaan het gewoon proberen. Ik ga naar hondenhuis toe. Oh my god. Zo mensen, zijn natuurlijk in het potje aangekomen. We gaan lekker naar Retroen natuurlijk toe. Lekkere chillenstand natuurlijk. De bus gaat er direct overheen. Dus hopelijk kunnen we veel kills gaan maken jongens. En het is... Oké, ja het wordt druk. Oké, dat weten we in ieder geval wel. Dat is mooi natuurlijk. Dan weten we in ieder geval dat we genoeg kills kunnen pakken. Het enige nadeel is natuurlijk wel, we moeten ook nog in leven blijven. Dus ik wil niet al te veel mensen op mijn dak hebben. Maar ik ga lekker naar hondenhuis toe. Ik hoop dat ik gewoon gelijk een goede gun kan vangen. Dat zal even super chill zijn. Ik zie ammo. Oh my god jongens, wat is dit? Dit zijn niet de, oh my god, de leukste items die ik kan hebben. Maar het is in ieder geval iets. Ik hoor boven... Ik hoor allemaal schoten. Fuck it, pistol gang. Hot, dat is één. Een AR, nice. Oh my god jongens, wat gebeurt hier? Oh, ik heb een slurp, oh nice. Oké, ik ga... Oh, die dubbele pistolen zijn heel sterk. Hoppakee, dat is weer iemand. Oké, jongens, het is mokertje druk in deze stad. Oké, ik heb op zich 2 kills. Oh, ik wil eigenlijk reloaden, maar oké. Ik hoor iemand iets... Oh, hij zit in de kelder natuurlijk. Oké, er zit een guy onder mij. Die zit in de kelder. Die is natuurlijk nieuw toegevoegd in dit huis. Op zich kan ik hem wel pushen, denk ik. Ik heb full HP, though. Of bijna. Ja, 8 HP. Oh nee, gaat nog snel. Oké, chill. Even nadenken. Zal ik hem gaan pushen? Dat is de vraag. Ik heb... Oh, ik heb gewoon dynamietzaap. Gast, wat doen we nu moeilijk? Blaas gewoon het hele huis op. Dan komt hij vanzelf wat in ons zicht. Even zien. Is die kelder nu opgeblazen? Ja, bijna. Ik gooi er nog even... Oh, hij zit daar. Ik zag hem. Hij zit daar beneden. Oké, let's go. Zullen we gewoon doen? Fuck it, let's go. Ik zag hem. Ik weet niet of hij mij heeft gezien. Yep. Oké, ik zit wel in het open. Ik moet dat wel even in de gaten houden, denk ik. Bro, jij hebt een shotgun. Ik niet, vriend. Is niet eerlijk. Hij zit hier. Vriend, wat ben je aan het doen? Dit is niet eerlijk. Oh my god. Oké, die... Ik moet het met deze pistols doen, jongens. Hij is vet low. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oké, ik moet heel even die pakken en de SMG. Ik kreeg een hitmarker of zo. Ik dacht echt van, wat krijgen we nou dan? Maar ik heb het overleefd, gast. 3 kills, prima. Ai, er zijn nog gezat mensen hier in de fucking lobby. Oké, ik moet heel even, of in de stad bedoel ik. Oké, even de bandages nemen jongens en dan gaan we gewoon weer op af. Man. Ik dacht toen ik die hitmarker kreeg, wat krijgen we nou dan? Word ik op deze manier gestraft op een of andere manier? Geen idee waarom. Maar man. Oké, geef me die, dank u wel. Alright, chill man. Holy shit, ga ik. Oké, we zitten in een soort loopgraaf, dus ik kan lekker pieken en mensen zien lopen en hun mij lekker niet. Oeh, daar zag ik iemand met een ballon. Waar gaat hij doen? Ik denk dat hij op het dak gaat zitten. Oké, laten we even wat mats gaan farmen, jongens. Voor het geval dat. Als we namelijk weer in de build fight zitten, zitten we een beetje zonder mats. Ik denk dat alles wel geloot is, dus dat ga ik maar niet doen. Alright, ik denk dat... Ik hoor iemand. Oh ja. Die zit zeker wist te weten hier. Maar waar? Holy shit. Ja, oké, got him. Hij zit hier boven. Hij zit nu beneden. Er zitten meerdere. Oh my god. Oké, nu moet ik gaan mengen. Fuck. Oké, let's go. Nog iemand. Dat was moeilijk. Hij zit hier. Hij steekt de ballon aan. Waar zit de gast? Heerlijke hit. Hij heeft een paarse punt. Daar moet ik voor uitkijken, jongens.
Doe het, doe het, doe het alsjeblieft, doe het. Helaas, pindakaas, vriend. En editen, let's go. Oh my god, jongens, we hebben het overleefd op een of andere manier. Oké, ik ben heel even deze boom aan het hakken. Zo, dan gaan we heel even, de shit even op een rijtje zetten. Even eerst die minis innemen. Hij heeft er 4, dank u wel. Ik heb echt mijn hartslag echt van hier te Tokio zitten, jongens. Man, man, man. Maar we hebben 5 kills kunnen oppakken, gast. Dat is heerlijk gek. Holy shit, ouwe. Chill, man. Alright, even kijken. Die wil ik even hier neerzetten. Zo. Oké, ik denk dat dit het een beetje was. I guess. Ik weet niet. Ik weet niet of ik iemand anders nog had gespot. Deze guy was met die ballon. Huh. Ik heb in ieder geval... ik heb pokken veel hout, gast. Oké, dat is super relaxed. Want we hebben helaas geen andere materials qua soorten. Dus ik denk... ja, we kunnen wel mee redden. Dit is goed. Dit is goed. Dit is prima. Alright, 5 kills. Ja, ik denk dat dit het was voor deze stad. Maar ik durf dat natuurlijk nooit te hard te zeggen. Want je weet maar nooit of er nog iemand rondloopt ergens. Ik weet wel dat we echt in ieder geval een mooie regenboog aan loot hebben. We hebben lekker gouden, blauwe en paarse en nog blauwe en een groen item natuurlijk. Dus een mooi regenboogje is ook weer gevormd in onze inventory. Ai, laten we even die mooie appeltjes hier nemen. Want we zitten nog niet natuurlijk op de goede HP'tjes die we willen hebben. Die appels zijn echt relaxed, man. Dit is echt... het zit er nog steeds in, man. Hoe lang zit het eigenlijk in? Echt al een paar seizoenen. Het was niet vanaf het begin, though, want toen was het nog niet uitgevonden, die appels. En nu zitten er allerlei soorten... alles, dat zei ik heel raar, trouwens. En nu zitten er allerlei soorten consumables. Wat een woord. Volgens mij zei ik het hartstikke fout, maar ik denk dat jullie wel weten wat ik bedoel. Oké. Je hebt natuurlijk pepers, bananen en kokosnoot ook. Ja, ik heb nog nooit eigenlijk die echt tegengekomen. Ik zie daar iemand met een ballon. Is dat die guy van net, denk ik? Pof! Oh ja, maar hij gaat net achter het huis. Oh nee, hij zit op het huis. Ja, oké. Laten we maar een beetje naar hem toe gaan, denk ik. Want ik zie op zich niet echt veel mensen hier. De season is ook niet echt ver, dus dat is wel relaxed. Alright. Chill, man. 5 kills begin, dat is prima. Dat is natuurlijk gewoon een voldoende aantal. Wie weet kunnen we er nog even wat meer van maken. Dat zal wel even super dope zijn. Alright, nog 30 mag hier mee, dus dat is nog wel te doen. Laten we gewoon sowieso voor die 10 kills. Moet wel lukken, jongens. Kom op, man. Hè, 10 kills solo's. Hè, kom op. Goede loot. Dat is te doen. Alleen het jammer is dat ik niet echt iets van... hoe zeg je dat? Movement heb. Qua een launchpad of een rift to go. Of weet ik het. Iets in die richting. En dat is altijd wel... pof! Dat was niet slim van je vriend. Ik weet niet of hij iemand hoorde of zo. Dat hij zo raar naar die kant zat te kijken. Maar oké. Dat bedoel ik. Ik pak dit snel even mee. Oh god, vriend. Jij hebt mij boos gemaakt, gast. En wat nu dan? Bep. Hij gaat zo meteen springen, let op. Hij gaat naar beneden. Of zit hij hier wel? Ik weet niet waar hij zit. Volgens mij is hij helemaal naar beneden gegaan. Yep, dat weet ik nu wel zeker. Bep. Zo, je bent low, vriend! En ik schreeuw te hard, sorry jongens. Holy knijter, dat was een lekkere hit, jongen. Oh, dit is niet van mij. Waar zit die gast? Hij zit hier. Oké, dan weet ik dat. Hij gaat het editen. 3, 2, 1. Kom op, edit het. Er zit hier nog één laag. Wat is die gast aan het doen? Edit het alsjeblieft. Hij is vet low, hij is echt vet low. Hij moet zo low zijn. We zitten allebei safe zone, chill. Deze guy is aan het scrimmen, jongen. Oh, deze guy. Bep. Let's go. En ik word geklingerd. Geef me even die hout, dankjewel. Het hout bedoel ik. En die is ook dood. Bro, what the fuck gebeurt hier? Waar is die grote pot? Deze guy had een grote pot ergens. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Stress, 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 stress. Ik moet die grote pot even meenemen. Oh, deze guy had ook minis. Alright, chill. Maar we hebben al 6. Oké, ai. Waar is die grote pot? Oh, hier. Kijk eens. Oh, ik schot. What the fuk? Mijn telefoon ligt hier naast me. En ik klik hem vol met mijn hand zo helemaal weg. Dat is niet goed. Oké, chill. Oké, jongens. 8 kills, man. Dit waren gewoon 3 easy, snelle kills. En dat is natuurlijk de bedoeling. Alright, gek. Holy shit. Ik heb helaas nog steeds geen launchpad of zo. Dat is wel minder. Maar oké, de CSO zit gewoon prima in de buurt, dus dat is super fijn. Alleen onze mats zijn... oeh, daar ligt nog een pakketje ijzer. Onze mats zijn best wel matig. Dit is wel wat minder fijn, zeg ik je eerlijk. Maar oeh. Ja hoor, deze guy had even 600 mats van ijzer. What the fuck. Like, ik weet niet of die kerel dat heeft geloot zelf. Of dat hij dat van andere mensen weer heeft genakt, steeds per kill.
Maar bro, hij had 600 metaal, ouwe. Dat is veel. Dat is echt mokerveel. Ja, ik ga het toch maar doen. Ik ga het kampvuurtje gewoon gebruiken, jongens. I don't know. Alle HP is gewoon welkom deze tijden. Want je krijgt geen shield of HP meer per kill, hè. Dus gewoon kampvuurtje gebruiken voor 20 HP. Al is het heel weinig. Even een beetje oefenen met editen. Ik probeer het nog steeds zo goed mogelijk te doen. Ik ben er echt mee aan het trainen. Het duurt wel even voordat ik het echt goed kan. Maar het gaat wel steeds wat beter. Dus dat is super chill. Alright, ik wil wel even wat hout erbij, man. Ik bouw altijd eigenlijk met hout. Aangezien ijzer natuurlijk verrekte lastig is om aan te komen. En we nu letterlijk 860 op zak hebben. Dus ja, we staan er op zich wel goed voor qua mens. Maar toch even wat hout erbij. Dat is altijd wel chill. Alright, ik denk niet echt. Ik zie niemand echt hier lopen. Dus ik vertrouw er wel op dat het daar een beetje stil is. Wow, hier is wel hier en daar wat gebouwd. We kunnen wel even gaan gluren, man. Dit is een spoor van mensen. Maar we zitten al safe, dus ik denk dat ook Salty dat daar ook wel mensen zijn. Dus ik blijf wel een beetje in de buurt. Even goed opletten, je weet maar nooit. Straks zie je ergens iemand bouwen of lopen. Oké, okay, natuurlijk af en toe wat boompjes hakken. Ik weet niet. Ik denk niet dat er hier iemand zit, man. Misschien wel in Salty dood, dus ik ga heel eventjes hier gluren. Ja, oké, okay, die kerel is helemaal doorgelopen. Die heeft die driehoekjes geëdit naar van die trappen. Ik snap eigenlijk niet waarom mensen dat doen. Ik snap het echt niet. Ik heb nog nooit begrepen waarom zou je driehoek ook een ramp van maken. Dan heb je twee ramps. Ik snap dat niet. Als je dan per ongeluk op de driehoek klikt, dat je dan nog steeds een ramp kan bouwen of zo. I don't know. Ik snap de logica niet echt. Ik snap ook niet echt waar de fuck iedereen is. Holy shit! Nog maar 15 man over. Dat had ik niet gezien. What the fuck? Dat is vet weinig opeens. Alright, ik wil wel sowieso die 10 kills kunnen halen, man. Nog 2 kills, dat is easy te doen. Laten we daar sowieso voor grinden. Ik ga natuurlijk wel even, denk ik, wat minder hakken. Want ik wil even die kills gaan pakken. Kijk, als ik iemand kill, die heeft waarschijnlijk meer mensen bij zich dan dat ik de hele tijd deze boompjes ga hakken. Ik heb nog steeds geen launchpad. Fuck, ouwe. Ik hou er altijd van om gewoon gelijk weer te pushen. Dus alleen maar met launchpads te bezig te zijn. Maar als je er geen ene hebt, dan wordt het wel lastig, hè. En daarboven zit iemand. Wat is handig? Kijk, die kerel heeft dikke high ground. En als ik daar naartoe ga, hoort hij mij 100%. Oeh, dat is een flint, ouwe. Dat is leuk. Dat is leuk. Want ik denk dat ik hier wel een hoverboard kan jatten. Ja, ik weet niet, man, of ik die guy moet gaan pushen daarboven. Ik denk dat hij zo meteen met een kanon weggaat. Als de CSO niet bij hem zit, dan gaat hij sowieso met zijn kanon weg. Ik denk dat ik gewoon mensen op de grond een beetje moet gaan rushen, man. Ik zie helemaal niemand, man. Ik hoor niks. Ik denk dat ik echt aan de verkeerde kant van de map zit nu, van de C-zone. Alright, beetje zit hier even iets van movement of zo. Dan kan ik even een beetje snel ergens naartoe. Ik hoor schoten. We hebben een quad. Oké, hier moet ik het maar mee doen. Ik ga even naar de overkant hier. Met de quad. Huppakee. Let's go. Ja, hier zitten 100% mensen. Oké, ja. Bep. Dat is 1 hit. Let's go. Oké, ik denk dat dit wel een try-out is. Dit is die guy met die rems. Je ziet het. Je ziet het gewoon. En hij is verdomd low, jongen. Let op. Bep. Helaas, vriend. Geef mij jouw gouden punt maar even. Oh my god. Oeh, flint of... Oh, shit, ouwe. Ik ga de flint meenemen. Fuck it. We doen het zo. Oké. Okay. Ik word ge-RPG'd. Dat vind ik niet leuk. Oh my god. Schoot hij er nog een? Nee, hè? Oké, okay, kak. Ik moet even die mes hebben, jongens. Huppakee. Zo. IJzer. Hup. Of we hebben ijzer full? Oh my god. Ik wist dat dat ging gebeuren. Waar is zijn hout? Deze kerel bouwde alleen maar van hout. Heeft hij geen hout meer? Waar zit deze guy trouwens? Zit hij daar boven? Oh, je ziet hem. Oh, ik weet niet, heeft... Ja, zie je wel, ik wist het. Hij heeft... Ja, kijk eens aan, jongens. Alright, hij heeft niet heel veel hout meer. Ik word een beetje lijf van die persoon achter mij. Oh, ja. 3 launchpads. Oké, nou wordt dit leuk. Even denken, ik wil toch nog even kijken of er iets van hout ligt of zo. Ja, ik zie je daar... Oh, ik kan er niet hakken. Wat de fuck is dat voor onzin? Hier nog wat. Steen hebben we al. Nergens hout, man. What the fuck? Oké, nou, het zal wel. I don't know. Ik denk dat we gewoon... Ja, gewoon weer moeten killen, I guess. We moeten nog maar 1 kill voor de 10. En dan vind ik het wel weer helemaal goed. Ik weet niet of die kerel naar mij toe is gaan lopen. Ik kwam zelf wel achter. Ik heb in ieder geval die 3 launchpads. Daar ben ik wel echt blij mee. Dat is relaxed. Dat is echt chill. Weer natuurlijk heel weinig hout. Maar ja, ik moet niet zo janken, want ik heb genoeg steen en ijzer. Dus dat komt wel Gucci. Ik hoor iemand... Ja. Bam. Geen 1 hit, alsjeblieft, spel. Waarom? Oh, dat is niet leuk. Oh, hij is verdomd te scheef. Hij pusht mij, hè? Hij pusht mij. Hij zit op mijn dak. Ik heb een flint, hè? Let op. Hij gaat dit opblazen. 3, 2, 1. Ik ben niet van gisteren, vriend.
Hoe gaat de high ground nou, hè? Hoppakeetje. Let op, hè? Let op. Bam. Was een hitmarker? No way. Ik kreeg een hitmarker. Deze guy is wel kut, man. Dat bedoel ik. Oh, leuk. FME sneden. Hou op! Ik heb geen kampvuur, fuck! Oh god. Oh. Ik vind het niet leuk, jongens. Hij heeft weer een RPG, die guy. Ik kom de hele tijd mezelf, ouwe. Oh my god. Ik heb heel weinig HP, jongens. Fuck. Ik weet dat die guy daar nog een medkit had. Hoe moet hij? Doe hem even zo. Fingers crossed, jongens. Oh my god. Please, laat me de medkit innemen, alsjeblieft. Oh my god. Oké, okay, we hebben de 10 kills. Hey, dat is in ieder geval sick. Dat is nice. Oké, okay. Ja, die RPG's, jongens. Daar word ik zo gek van, hè. Okay, waar zit die gast nou? Kon iemand launchpadden? Dat was die papi van net. Maar is dat... Ja, 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 dat wist ik wel. Oh, is dat die... Nee, die had ik al gekild, lol. Die keer gaat ook naar de launchpad, je ziet hem. Oh, wat gaat hij doen? Gaat hij doorlopen? Hij gaat lopen. Holy shit. Oké, okay, dat is niet leuk. Fuck, ouwe. Nee. Even denken hoor, launchpad. Fuck it. Ik ga sowieso even hier zitten. Ik denk dat het net safe zit op dit randje hier zo. Oh, deze guy is zo hinderlijk, ouwe. Hij zit alleen maar op mij te focussen. Kijk hem strijden om mij dood te krijgen. Dat is niet normaal. Oké, okay, die kerel zit daar beneden, je ziet hem. Oké, okay, ik weet waar ze allebei zitten, dus dat is chill. Dus ik weet dat ik nu wel gewoon achter mij... Ik word daar zeg maar niet gefocust op. Mag dit editen, dankjewel. Zo. Alleen fuck, gast. Die knaap zit zo kut, hè. Wacht, kan ik hem snipen? Fuck it, zo kut. Ah, oh, shit, oké. Okay. Die gozer zitten allebei daar. Ik zit wel safe, dat is mooi. Ik heb nog steeds 2 launchpads, jongens. Dus hé, hey, alles op zijn tijd. Ik zit alleen even te twijfelen. Waar zit die voetbalskin guy? Hier op Zuid-East. Oh fuck, ik moet die kant op. Oké, okay, die gaat pushen. Oké, okay. Nou gaan we mengen. Nou gaan we mengen. Perfecte tijd. Ja, ja, hun gaat fighten. Ja, 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 ja. En dan zit ik hier op de berg. Vet mooi. Of. Dat is toch even een hit. Fuck. Oké. Okay. Ik heb nog steeds genoeg mats hoor, dus ik doe gewoon lekker. Bro, focus alsjeblieft niet op mij en op die guy. Oh kut, ik moet even weer reloaden. Alright, even zien. Ik moet er één zien te snipen. Ik weet niet waar de fricks ze allebei zitten. Daar zit een guy. Ik kan hem net niet headshotten. Fuck, gast. Er zijn ze allebei. Hij heeft hem. Die guy heeft hem. Zal ik hem pushen? Holy shit! Holy man, what the fuck doet die gast? Kerel, yeah. Oké, okay, hij heeft sowieso dikke fall damage gepakt. Ik heb ook een flint. Flint versus Flint. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij reloadt hem, hij reloadt hem. Hij gaat hem. Ik ga sowieso eerst naar de safe, jongens. Hoppakee, de groetjes, hè. Huts. Oké, okay, we zitten safe. Mooi. Oké. Okay. Where you at, bro? Fuck, ouwe. Hij zit net achter... Zit hij daar safe? Denk het niet, hoor. Hou ik die boom weg. Oké, okay, hij heeft snipe. Dat wist ik niet. Even die boom weghalen, hoor. Oké, okay, dit is echt een 50-50 fight, ouwe. Ik denk dat deze guy best wel goed is. Dus dat maakt me een beetje zorgen dat... ja, het kan nu voor mij de, afgelopen zijn.
Ik wil gewoon sowieso weten dat, of hij nog shield heeft. Dat is mijn doel nu. Oké. Ik moet hem gaan pushen. Fuck it. 7 seconden eraan. Oh. Nice. Hij drinkt weer een mini. Fuck, gast, deze guy is kut. Mijn mensen raken bijna op, hè. Hoppakee! Flint uit de fucking lucht. Secret. Hey. Er scared it, jongen. Oh, 11 kills. We hebben de 10 kills gehaald, jongens. Oh, die guy dacht even met die flint hoger te zitten dan ik. Maar boom! Uit de lucht gewoon met die flint, ouwe. Wat een zieke game was dit. Holy shit, gek, maat. Bro, dit was echt super spannend. Natuurlijk, ik was best wel low. En uiteindelijk heb ik toch nog het bordje weten te winnen. Was echt super ziek. Natuurlijk, dit toetsenbord, het edit echt super chill. Het is lekker klein. Je hebt veel muisruimte. Dus ik raak hem zeker aan. En het, Ik raad hem zeker aan. Ik ben niet gesponsord door Ducky of wat dan ook. Ik vind het gewoon echt een chill toetsenbord. Ik heb hem ook letterlijk zelf moeten kopen gewoon. Dus het is super chill toetsenbord. En TeamViews toetsenbord keuze is dus echt inderdaad het waard. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen op deze video. Te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. En dan zeg ik tot de volgende video, jongens. Later, mensen. Bye, bye.